Hallo allemaal, ik ben Sandra. Vandaag ga ik iets lekker maken met kip. Kom maar binnen. Welkom in mijn koken. Vandaag heb ik gekozen voor Pakistanse gerecht. En die gerecht heet Chicken Tandoori Grill. Om te beginnen gaan we gewoon beginnen met die eerste stap. Ik ga even die hele kip overheen doen en marineren. Ik ga even die kip in die oven even doen. Met tandoori grilled chicken gaan wij ook rijst maken. Ik ga alle groenten gewoon roerbakken. Ik zal even die kleine beetje knoflook even toevoegen in die groenten. Ja, volgens mij zijn die groenten zijn klaar. Dus ik ga gewoon gaan beginnen met die eieren. Oké, gaan we even kijken dat die kip klaar is of niet. Denk ik, er is nog 5 of 10 minuten. Volgens mij de kip is klaar. Dus ik ga die kip uithalen van het oven. Ik vind koriander heel lekker. Dus ik ga gebruiken een beetje koriander op die kip gewoon. Die rijst zijn klaar. Ik ga die groenten in die rijst even toevoegen. Dus die gerecht is helemaal klaar. Ik ga even in één bord serveren. Ik ga die rijst. Eén kant die rijst met groenten. En ik zal even 2 stuks kip naast doen. Dat is chicken tandoori grill met rijst en groenten. Is smakelijk!